Bij deze vaste salie, de Salvia nemorosa caradonna, een hele mooie donkere stele. Die staat nu prachtig te bloeien in juni, maar de eerste bloemen zijn alweer uitgebloeid. Als je die nu wegknipt, dan zorg je ervoor dat de plant weer nieuwe bloemknoppen kan maken. En kun je dus ook nog genieten van een tweede bloei. Knip de oude bloemen hier weg, vlak boven een nieuw scheutje, waar die dan weer op gaat bloeien. En datzelfde geldt ook, dat terugknippen, voor allerlei bladplanten, zoals de Artemisia. Deze Artemisia Valerie Finis, heel mooi grijs blad. Als je die plant nou wat vroeger in het seizoen al terugknipt, dan krijg je de mooie lage, stevige scheuten met grijs blad. Ik heb als voorbeeld deze pol even voor de helft teruggesnoeid. In het midden zie je de doorgroeide scheuten die wel zijn gaan bloeien. En dat is in dit geval wat minder mooi. Knip die bloeiende scheuten, als je dat nog niet eerder hebt gedaan, in ieder geval voor de langste dag, voor 21 juni, knip je ze nou voor ongeveer de helft, knip je ze terug. Dan is het even een beetje kaal, maar ze zullen heel snel alweer een mooi nieuw blad vormen en dan blijft de plant veel steviger.